De Nike Air Max 72 React is een van de nieuwste modellen van Nike en het gerucht gaat zelfs dat er een samenwerking aankomt met Travis Scott. Het is dus echt een model om goed in de gaten te houden. We hebben hem vaak al in veel verschillende colorways gezien en centraal staan vaak de frisse kleuren en de fijne materialen. En deze twee nieuwe colorways van de Air Max 72 React zijn er zeker geen uitzondering op. De zool van de Air Max 72 React is ongekend comfortabel. En dit komt natuurlijk door de React foam zool en de gigantische airbubble die op de achterkant van de sneaker zit. Deze airbubble komt van de Air Max 72 en bij de light blue colorway is deze airbubble paars gekleurd en bij de black bleach colorway is deze airbubble roze gekleurd. Bij de black bleach colorway wordt wit gecombineerd met zwart en roze. En bij de light blue colorway zien we de kleuren paars, blauw en groen terug op de sneaker. Beide colorways van deze Air Max 72 React zijn verkrijgbaar bij onder andere Sneakerbaas. En voor het volledige shopoverzicht check je de link in de beschrijving. Of zoek je natuurlijk naar Air Max 72 React in onze zoekmachine. Dit was Mats van Sneakerjagers en ik zie jullie bij de volgende unboxing.